WK staat voor de deur. Hoe bereiden onze oranje leeuwinnen zich voor? Hoe ziet het leven eruit van een profvoetbalster? En hoe is het bij de topclub waar zij spelen? Deze vragen kun je natuurlijk het beste aan de speelster zelf stellen. En dat is precies wat ik ga doen. In deze serie ga ik namelijk langs bij de Europese topclubs om deze wereldmeiden nog beter te leren kennen. Dit is Wereldmeiden. Goedendag, lieve Leute, en welkom bij deze gloednieuwe serie over de Oranje Leeuwinnen. Als ex-international volg ik de meiden natuurlijk nog op de voet. Veel van hen spelen bij topclubs in het buitenland en dat is ook de reden dat ik hier ben, bij Bayern München, op zoek naar Jill en Linette. Hey, toppers! Leuk dat je er bent! Ja, superleuk! Jill is pas 22 jaar en nu al niet meer weg te denken uit de nationale selectie. De creatieve middenvelder maakt zich op voor haar tweede WK. Buiten het veld is Linette de rust zelf, maar binnen de lijnen is ze niet af te stoppen. Met haar dribbles en doelpunten is ze een belangrijk wapen voor de Oranje Leeuwinnen. Zwaar getraind? Nee, tactisch. Een beetje saai. Heb je iets voor ons meegenomen? Hoe raad je het? Ja. Ik moest natuurlijk wel iets meenemen. Oh, dat vind ik heel leuk. In Nederland. Dank je wel. Dat is echt lief. Ik hoop dat jullie dit mogen. Hey, stroopwafels. Hier zijn ze ook gek op stroopwafels. Ja? Ja. Hé, hey, maar dit is gewoon jullie stadion. Dit is van ons echt. Ja, dit is waar wij spelen. Ja, dit is van ons en van de onder 19 en onder 17. Die spelen ook altijd hier op dit veld. Is dat ook de reden dat jullie hier naartoe gegaan zijn? Nee, wel natuurlijk omdat Bayern zo'n grote club is en een topclub is, ook in het vrouwenvoetbal. En dat voor mij op dat moment als de juiste stap voelde, zeg maar. Het speelde al wel langer, alleen het was voor mij wel lastig, want ik zat natuurlijk net een jaar bij Twente en ik had het super erg naar mijn zin en het team was ook super leuk. Maar ja, dan ga je er heel goed over nadenken en dan heb ik toch wel een hele goede keuze gemaakt om hier naartoe te komen. Ben jij sterker geworden? Ja, dat denk ik wel. Ja, niet alleen lichamelijk, maar ook gewoon als persoon. Ja, je wordt ook echt hard gemaakt. Ja. Omdat het is niet meer allemaal van, gaat het? Nee, het is opstaan en gewoon doorgaan. Ook al krijg je een schop. En ja, dat is wel waar je inderdaad hard van wordt. En je wordt er wel een ander mens door. Ik denk dat het ontspannen af en toe ook heel erg belangrijk is. Zodat je gewoon plezier houdt en alles. Dus dat hebben wij ze geleerd. Ja. Ik zeg het ook heel vaak. Dan zeggen onze trainer van, jullie Nederlanders, jullie trainen niet zoveel. En ik zie jullie altijd lachen. En dan zeg ik wel, mijn trainen. Dat werkt ook, hè? Ik bedoel, wij zijn Europees kampioen geworden. Dus je kan ons niet vertellen dat wij precies zoals jullie moeten trainen en doen, zeg maar. Ik denk dat zeg maar, wij een stukje aan hun kunnen geven en zij, zeg maar, Duitsen, dat wij daar wat van kunnen overnemen. Alleen, je hoort ook wel heel vaak, en niet alleen van ons Nederlanders, maar van alle buitenlandse speelsters wel, dat het wel gewoon even wennen is en af en toe wel zwaar is. Oké, meiden, ik ga zowel jullie voetbalskills als jullie kennis testen. Zometeen gaan jullie overkoppen. Ja. En om de beurt gaan jullie een land noemen die op het WK is. Je krijgt een punt voor de keer dat je overkopt en een punt voor een land wat juist is. Als die valt of je noemt een verkeerd land, is het klaar. Oké, dus en heel belangrijk, jullie spelen tegen de meiden van Ajax en de meiden van Arsenal. China. Nederland. Cameroen. Duitsland. Zuid-Korea. Frankrijk. Spanje. Nieuw-Zeeland. Canada. Australië. Zweden. Amerika. Engeland. Schotland. Oh, China. Wacht even. Kut, sorry. China. Niet slecht. Hey, niet slecht. Hoeveel was het? Ik heb niet geteld. Dit was best goed, hoor. Hoeveel was het? Oké, meiden. De uitslag. Jullie hebben 25 keer overgekopt en 15 goede landen genoemd. Dat is 40 punten in totaal. Nou, dit veld is natuurlijk super mooi. Is het binnen ook zo mooi of is dit het? Ja. Wil je het zien? Ja, graag. Zeker, nou, kom maar met ons mee. Dit is de kleedkamer waar jullie zitten met de wedstrijden? Ja, niet met de training. Nee. Dat is een ander gebouwtje hiernaast. Maar hier zitten we voor de wedstrijd. En ik zit altijd hier, zo. En ik zit altijd hier, standaard op diezelfde plek. En dan legt onze
Ja, materiaalvrouw die legt dan alle nummers dan neer zoals het altijd staat. En alles ligt dan klaar, je broekje, je sokken. Jullie hebben natuurlijk veel nationaliteiten in het team. Klopt. Ja. Wat voor muziek wordt er dan gedraaid? Duitse muziek? Nee. Wij zijn de baas. Holland bepaald. Ja. Jill. Duitsers die vragen of ik dan Nederlandse liedjes naar ze door wil sturen. Want vinden ze leuk. Leuk kleine broederliefde. Oh ja? En zingen ze het ook mee? Ja, sommigen proberen het wel. Ja. Hoe werkt het? Nou, je begint dan meestal gewoon hier met twee voeten in een vak. En dan komt er dus op de televisie komt dus wat je moet doen. Die vakjes hebben dus allemaal een nummer. En dan moet je dus zo snel mogelijk naar het nummer. Ik zeg bijvoorbeeld hier naartoe, aantikken. Vaak dan weer terug, komt het andere nummer. Dan ga je bijvoorbeeld hier naartoe, tik je hem aan, ga je weer terug. En zo ga je dus door totdat dat ding klaar is eigenlijk. Dus dan train je reactievermogen? Ja, en ook snelheid. En wendbaarheid. Ja, precies. Hey, dit kunnen wij dit goed. Dit kunnen we wel dit, goed, dit ja. kunnen wij goed. Zal ik even voordoen voor iedereen? Dit kunnen wij wel redelijk. Het is een Nederlandse oefening. Ja. Maar Jill, je hebt een beetje de naam dat jij hier het minst te vinden bent van het hele team. Ja, dit is echt... Klopt dat? Dit is echt weer... Dit slaat echt nergens op. Nee, ik vraag of het klopt. Nee, weet ik. Ja, in het begin toen ik hier kwam, ik wist van niks. En heel veel mensen gingen gewoon extra programma ernaast nog doen. En dat deed ik niet echt, want ja, wij kennen dat eigenlijk niet. Maar... Sindsdien doe ik gewoon, ben ik hier gewoon net zoveel als iedereen hoor. Wat doen jullie verder buiten het voetbal? Zaterdagmiddag. Shoppen? Ja, ditjes om toe altijd. Zaterdagmiddag, traditie. Morgen? Ja. Mag ik mee? Tuurlijk! Gezellig! Hey! Jullie hebben wat meegenomen. Oh, die moet ik eventjes omhelzen. Hey! Dat is leuk! Ja! Maar jullie gaan vaak de stad in op zaterdag? Ja, meestal wel. En dan gaan we wat lunchen. Nou, het is wel gezellig, moet ik zeggen. Ja. Proost! Op het goede leven. Ja, op een goed WK. En mis je het Nederlands eten? Nou ja, ik mis wel de roti van mijn moeder. Ja? Ja. Nou, ik mis eigenlijk dan mis ik wel af en toe gewoon lekker frikandel of zo. Dat hebben ze hier niet. En wie mis je het meest? Ja, mijn familie. Ja, wel. Gewoon mijn ouders en mijn broers. Mijn ouders komen wel wanneer het kan, maar dat is de ene keer is dat bijvoorbeeld twee keer in de maand en dan is het weer drie maanden niet. En als je daar dan bent, is het dan ook lastig als je weer weg gaat? Ja? Ja, dat vind ik het meest nare moment. Dat vind ik heel naar. Als je thuis bent geweest, of überhaupt als ik terugkom van nationaal en dan zie je dat de mensen die in Nederland voetballen, dat die lekker naar huis gaan, weet je wel. Dan ben je 10 dagen weg geweest, ga je lekker naar huis en dan moeten wij moeten eigenlijk vrijwel meteen doorvliegen. Dus dan landen we op Schiphol en dan heb je een paar uur en dan moet je weer door. En dan denk ik altijd wel echt van, oh. Dat went dus nooit. Nee, dat went echt niet. Ja, het is wel fijn dat je dat Linette bij mijn team zit en Jacinta dan. En dat je gewoon lekker Nederlands kan praten. En ook met Linette, dat we samen naar Nederland zelf dan gaan. Samen weer terugreizen, zo. Dat je niet altijd alleen bent. Klauw, jij hebt natuurlijk bijna 100 interlands. Hoe ga jij dit WK kijken naar deze meiden? Nou, ik hoop voor hun persoonlijk vooral dat ze zoveel als mogelijk minuutjes kunnen maken natuurlijk. Nou, ik ga natuurlijk geen wedstrijd missen, maar ik hoop wel dat ze net zoals op het EK in een zo'n goede flow kunnen komen. En dat het een mooie zomer wordt. Vooral ga genieten en beleef het gewoon echt elke minuut hoe je het kan beleven. En ik ga jullie aanmoedigen vanaf de andere kant. Jullie krijgen zo meteen, samen, als team, 1 minuut de tijd om de 3 vlaggen van de andere landen in de pool te tekenen. My god! Oké. Okay. De meiden van Arsenal en van Ajax gaan dit ook doen. En dan gaan we kijken wie dit het best gedaan heeft. Oké, okay, 3, ja, geen wit. 2, 1, go! Heb je geen wit? Nee. Zou je dat nou echt? Ja, je blaadjes wit, meid. Oh. Ik weet het echt niet, man. Wat erg dit. Het zou kunnen. We zijn op de helft. Welke doe jij eigenlijk? Lina, doe het niet te precies, hè? Nog 20 seconden. Oké, okay, mooi. Nog 10 seconden. Een blaadje. Hoe teken ik een blaadje? Mijn god. 3, 2, 1. Stiften neer. Laat even in de comments weten wat jullie van deze prachtige kunstwerken vinden. En ik ben heel benieuwd of de meiden van Arsenal beter zijn. Ja, meiden, ik heb nog iets voor jullie. Ja. Nou, spannend. Mag ik het eerste cadeautje?
Die is voor jou, Linet. Pak me uit en zeg maar wat het inhoudt. Mag ik kijken? Ja, jij mag kijken. Linet. Hey. Ah, dit vind ik echt vet. Ja? Ja. Topper. Dit is echt vet. Wat? Het is mijn voorbeeld van vroeger. Van vroeger? Ja. Hoezo? Ja, ik was echt fan van Ronaldinho. Gewoon van zijn skills en van de manier waarop hij op het veld stond. En ja, dat vind ik wel echt heel mooi. Doe jij maar even je ogen dicht. Oh, ik ben echt heel benieuwd nu. Deze is niet ingepakt. Nu mag ik kijken. Hey! Yes! Dit heb ik nodig voor thuis. Heb je altijd al willen hebben, denk ik. Ja, vertel. Ja. Wat is er met jou en een microfoon? Ja, ik ga daar wel. Ja, ik ga er wel lekker op. Ja. Op zingen, dansen. Ja. Nee, top. Neem je deze mee naar het WK? Ik neem deze neem ik mee. Okay. Beloofd. Okay. Hou ik je aan. Ja. Beloofd. Nou, lieve mensen, ik hoop dat jullie ook genoten hebben van deze aflevering. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. En te abonneren. Op naar Londen. Doei! Doei, doei. Nederland. Japan. Engeland. Schotland. Spanje. Vader! Argentinië! Ah!